We beginnen bij klassement. Klassement is een leermiddelennetwerk. En beide woordjes vinden we even belangrijk. Ik denk dat jullie vooral klassement kennen van alle leermiddelen, al dit lesmateriaal wat je hier terugvindt. Maar we zijn ook heel trots op het netwerk. Dat zijn die meer dan 250, ondertussen meer dan 260.000 leerkrachten, organisaties die lid zijn van klassement en gebruik maken van klassement. Vandaag gaan we niet inzoomen op die leermiddelen, maar gaan we eens kijken naar ons netwerk. Ik zit op de startpagina van klassement. En zoals ik al zei, leermiddelennetwerk. Je ziet hier de leermiddelen die je waarschijnlijk geregeld doorbladert en in op zoek gaat. Vandaag gaan we kijken naar het netwerk. Dus wanneer je klikt op netwerk, krijg je een aantal blokjes. Daar kom ik later op terug. We gaan eerst kijken naar de leraarskamer. Wanneer ik daarop klik, krijg ik een heel mooi overzichtje. En ik klik op start het gesprek. In de linkerbalk kan ik kiezen uit verschillende ruimtes. We hebben vragen in verband met onderwijs tijdens corona. Dan een heel hoop varia en enkele mededelingen in verband met klassement. Je kan ook filteren op welke vragen zijn al beantwoord en welke nog niet. En als je berichten zou volgen, kan je ook deze dadelijk bereiken door hierop te klikken. Heb je vragen? Wil je graag iets vragen aan een van de moderatoren? Of wil je nalezen wat je hier allemaal mag vragen of net niet mag vragen? Kan je ook klikken op de gebruiksvoorwaarden. Ik ga eerst tonen hoe kan je antwoorden op zo'n bericht. Er staan een hele hoop berichten hier bovenaan. En je ziet dan, die zijn niet volledig af. Dus wanneer je daarop klikt, kan je het hele bericht lezen. Ik zie hier, deze persoon zoekt teksten om Nederlands te leren. Stel dat je daar wil op antwoorden, dan kan je daaronder tippen. Je klikt op antwoord en jouw antwoord verschijnt hierboven. Wil je graag weten of iemand anders ook op deze topic antwoordt, kan je hier volg onderwerp aanvinken. Als je dit uitvinkt, krijg je geen meldingen. Indien je het aanvinkt, dan staat hier je volgt. Stel dat Luc opnieuw antwoordt of een andere collega antwoordt of leerkracht antwoordt op deze vraag, dan krijg je bij het belletje hier, bij meldingen, komt dit dan te staan. Ik ga terug naar het overzicht. Ik kan door hier bovenaan te klikken op terug naar overzicht. En zo kan je dit voor alle topics die hier staan doen. Een vraag beantwoorden. Het volgende wat ik je ga uitleggen is hoe dat je zelf een nieuw bericht maakt. En op zich wijst het zichzelf uit. Hier staat die grote oranje knop nieuw bericht. Je kan dan je onderwerp of je titel intippen, een omschrijving geven. Want ik gaf het vak PHV, welk thema gebruiken jullie als start. Het hoort bij de varia, want het is geen vraag over onderwijs tijdens corona. En als ik op voeg toe klik, komt dit op het forum te staan. Ik krijg hier al dadelijk een melding. Degenen die de vorige webinars hebben gevolgd, die weet dat je zelf kan kiezen hoe vaak je van ons berichtjes krijgt. Ik heb dus ingesteld, ik wil maar één keer per week meldingen en berichten krijgen. Natuurlijk krijg je dan de melding, stel dat iemand vandaag al antwoordt, duurt het wel een week voor ik, of tot in het weekend, want dan komen die meldingen aan, tot in het weekend voor ik dit weet, ja, via e-mail. Dus ik kan dit hier ook wel aanpassen. Maar stel dat ik dikwijls op klassement zit, komt hier langs dit belletje een eentje te staan. Dus op zich is het geen enkel probleem. Je kan ook steeds je bericht
aanpassen. Ik klik nu op terug naar overzicht. En mijn vraag is blijkbaar twee keer geschreven, dus ik klik erop. Ik klik op die drie puntjes en ik ga mijn bericht verwijderen. Mijn vraagje staat hier nu nog, want ik had per ongeluk twee keer ingegeven. Maar ik kan dit ook aanpassen. Hè? Dus bijvoorbeeld, we zijn bezig met een webinar. Waarover willen jullie graag een webinar bewaren? Wanneer ik naar het overzicht ga, zie je mijn aangepaste topic. En wanneer iemand hierop zou antwoorden, of een van jullie er nu een antwoord zou intippen, verschijnt weer een nummertje. En dit is eigenlijk het belangrijkste om te zoeken en het, de leraarskamer te gebruiken. Ik zal nog eens naar het overzichtje zelf gaan. Vragen kunnen echt heel ruim zijn. Hè? Je kan ook zoeken op trefwoord. Stel, je bent kleuterleerkracht. Ik zoek op kleuter. Dan krijg ik hier alle vragen die te maken hebben met de kleuter. Stel, ik ben bezig met YouTube-filmpjes. En ik weet niet goed hoe ik dit in mijn klas kan doen. Er staan inderdaad ook al vragen over YouTube. Dus je kan dit ook doorzoeken. Ik zie hier dat ik een melding heb gekregen. En ik zie dat Eline mijn vraag over de webinar beantwoord heeft. Dus zo simpel is de leraarskamer. Wanneer ik terug ga naar het netwerk, dus ik klik bovenaan in de blauwe balk opnieuw op netwerk. Ik had al getoond de leraarskamer. Uiteraard is ons netwerk veel ruimer dan enkel de leraarskamer waar je vragen kan stellen. Je kan ook zoeken in organisaties. Organisaties die nascholingen geven. Maar je hebt ook organisaties die lesmateriaal gratis ter beschikking stellen of uitlenen. Je kan ook zoeken naar bijlesgevers. Als je zelf graag zou aangeven dat je bijles geeft, kan je het zelf in jouw profiel aanpassen. Dan vind je, als je bovenaan klikt profiel, scrollt naar onder, die hier staan bijlessen en kan je dit eventueel ingeven. Ja, terug naar het netwerk. Dan hebben we de leden zelf. Hier kan je jezelf tussen vinden.